Sinds kort is er een speciaal vrouwenuurtje in Zwembad de Lubbe te Groesbeek. Wij vroegen aan Lisanne Bron van Fort Welzijn en Vincent Picentini, de beheerder, waarom dit speciale zwemuurtje. Vanuit het opbouwwerk in Groesbeek zijn we erachter gekomen dat er best wel veel vraag was naar een speciaal zwemuurtje alleen voor vrouwen. Aan de ene kant omdat er best wel veel vrouwen zijn die niet met andere mannen willen zwemmen. En aan de andere kant omdat het met vrouwen samen zijn, dat voor sommige mensen heel fijn is. En dan samen zwemmen, samen koken, het kan van alles zijn. Dus vanuit daar heb ik contact opgenomen met Vincent. Wij faciliteren. We hebben vaak niet de ingangen naar bepaalde groepen toe. Dus vandaar dat we met Fort Welzijn, in dit geval Lisanne Bron, contact hebben opgenomen van kunnen jullie ons daarbij ook helpen. Aan de ene kant zorgen dat het er is, samen. Aan de andere kant zorgen dat de mensen ervan af weten. In pers, maar ook in de contacten die je al hebt in de diverse wijken. Het is op dinsdag. 24 augustus zijn we daarmee begonnen. We gaan dit een maand of twee maanden aankijken van hoe dat gaat lopen. Hoe we dat verder moeten aanpakken. En eigenlijk willen we dat zoveel mogelijk uitbreiden. Door deze signalen op te hebben gepikt samen en het tot uitvoering te hebben kunnen brengen, zijn we erachter gekomen dat het ook echt heel erg wenselijk was. Want de allereerste keer waren al 16 mensen die zich hadden ingeschreven voor dit vrouwenuurtje. Het is van 9 tot 10. Aanmelden is verplicht. Dat komt door de coronaregels die er zijn. En we kunnen maximaal 24 mensen in het bad hebben. Zodat we ook aan de coronamaatregelen voldoen.